Zo, goedemorgen. Ik hoop dat je ook een mooie ochtend hebt vandaag. Het gaat beginnen aan een mooie ochtend. Mijn dag start vroeg, om 7 uur. En er valt veel te doen. En ik neem je nu een klein beetje mee. Goedemorgen. Been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. Weet je, het belang van een goed ochtendritme. Ik heb het eigenlijk jaren wel deels goed op orde gehad. Afgelopen paar jaar is dat natuurlijk verandering ingekomen. Maar het is belangrijk om een goed ochtendritme te hebben. Ik merk dat nu ook weer. In dat ik nu aan het doen ben. Er is sprake van veel meer rust in het hoofd. Veel meer tijd. Ik ga jullie echt eerlijk zeggen, sommige mensen hebben echt de ochtend hoor, hoe ik nu zo vroeg opsta. En ik ga proberen dat aan te houden als ik wat te doen heb of niet. Maar het is even een tijdje, heel lange tijd geleden, dat ik heb ontdekt dat als je 's ochtends vroeg opstaat, toch? Bij zo'n spreken staat op 7 uur sta je op. Voordat het klokslag 12 uur is op de dag, hè? Voordat het klokslag 12 uur is. Hoe moet ik het zeggen? Juppa. Weet je hoeveel je eigenlijk al gerealiseerd kan hebben en hebben gedaan? Je staat om 7 uur op. En om 12 uur, je bent al 5 uur verder. Is eigenlijk praktisch gezien al een hele werkdag wat je erop kan hebben zitten. Er zit heel veel tijd in 24 uur. Daar zit echt heel veel tijd in. Alleen ja, moet je het wel willen gebruiken. En ik ga mijn best doen om dat te gebruiken voor mijzelf. Het is gewoon zonde om zoveel tijd te verspillen. En met name ga ik ook mijn activiteit en mijn bezigheden verplaatsen naar eerder op de dag. En niet meer laat 's avonds. Ik ga veel te laat slapen. Ik kom veel te laat in slaap. En wat absoluut gewoon werken, en ik moet gewoon eerlijk zijn en zeggen game over. Hoe eerder je vroeger 's ochtends opstaat, hoe ja, uitgeput je natuurlijk later op de avond bent. En hoe gemakkelijker dan absoluut het wordt om in slaap te vallen, omdat je lichaam gewoon uit wilt. Ik doe alsof ik weet waar ik moet lopen. Ik heb werkelijk geen idee waar ik naartoe loop, joh. Maar goed. Volgens mij moet ik hier om de hoek naar links. Dus ik ga meer van mijn activiteiten gewoon eenvoudig weg verplaatsen. Naar early in the morning en heb ik mijn shit gedaan voor de dag. En in de hoop dat ik lekker rustig uiterlijk 12 uur gewoon in mijn nest ligt en gewoon in slaap gevallen ben. Ik moet even
kijken waar ik loop. Want jullie bro is alweer verdwaald. Wanneer je een keertje een andere passie neemt. Oké, ik moet even kijken waar ik ben. Er staat niet die school daar. Geen idee hoor. We lopen deze kant op. Dus ja, dat is eigenlijk een klein beetje wat ik met jullie wil delen. Goedemorgen. Zo. Ja, wat een constructieve dag. Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed waar ik moet beginnen. Behalve dat ik een scheet moet laten. Klein moment. Verloor. Ik had niet eens moeten pauzeren, maar goed. Nou, daar zijn we dus begonnen. we gaan het... Ja, heel fijn. Ik... heb... het gevoel dat ik in controle ben. Ik ben sowieso een controlfreak. Ik vind het heerlijk om iets te starten en vervolgens te zien waar het finisht. Maar ja, super blij dat dat ik zo diep bezig ben met mezelf op een constructieve en opbouwende manier. En we gaan lekker vol vertrouwd het weekend in. Het is nu een mooie vrijdag. We lopen voorbij een school. En, yes, pardon, sorry. Excuse me. Oh, sorry man. En ja, het weekend gaat lekker beginnen. En ik ga ook wel lekker het weekend in, als ik eerlijk ben. Ons had het net gezien. Het geeft ook motivatie en ja, steun. Dat we mensen tegenkomen die eigenlijk door hetzelfde traject heen gaan. In het herontdekken weer van jezelf. En ja, alle positiviteit mee te nemen om een betere versie van jezelf te maken. En het is niet erg... op zich dat ik mezelf heb laten gaan, hè? In een bepaald opzicht. Ik probeer me te focussen op nieuwe dingen die ik graag wil doen. En toen pas merkte ik van, hey, hoe ik de energie niet bij elkaar kan krijgen. Hoe ik de vaardigheden of de will of the drive. Well, weet je, dat lukt niet. Het lukt niet. Wanneer je merkt, het lukt niet. Dan pas kom je erachter dat er een probleem is. Ik wil namelijk vanuit die vrij naar de eerste, tweede en derde versnelling gaan. En ik weet nog niet in welke versnelling ik zit. Maar we mogen wel volgens mij concluderen dat ik nu niet langer meer in zijn vrij zit. En toch wel iets te vieren heb dat ik mag zeggen, hey, welkom in die eerste versnelling van Rello. Find the Creator. Dus bij deze weet u het ook. Ik zit niet meer langer in de vrij. We zitten in de eerste versnelling. Heel fijn. Dus we gaan ook eerst de versnelling gedrag aan de dag leggen. We're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes, and ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain, some things are not the same as they were a year ago, but I'll be okay, I move on each and every day. Vergeet in het leven niet lastig te doen.
Dus je moet niet rechtlijnig zijn, toch? Oh shit, ik wil mijn lippen gaan insmeren terwijl ik uit moet stappen. Damn! Lang moet ik wachten. Dat elke keer van het over moeten oversteken, overstappen. Oké, we gaan eruit. We gaan richting Gein. Van dapi met tang. 6 minuten. Hallo. Oké, deel 2. Kijk, lekker naar buiten. Dus we zijn nu in het winkelcentrum hier bij mij. En ik ga kijken bij de Jumbo of ik nog eventueel wat nodig heb. Ja, er is een reden waarom ik eigenlijk naar de Jumbo ga, inderdaad. Wordt tijd weer om een nieuw artikel te schrijven op mijn website. Findthecreator.com. Ga maar even kijken, daar heb ik hele leuke interessante artikelen over van alles en nog wat. En ik heb een artikeltje in mijn hoofd, maar daarvoor moet ik heel even wat fotootjes schieten. Dus we lopen heel even naar de Jumbo. En daarna gaan we lekker richting Osso. Ik ben er al af. Dus hoe kan het detoxen ben, toch? En weet ik voor wat allemaal door mijn lichaam gaat? Kijk wat ik heb. Ah, mijn koro. Kijk wat ik heb gekocht. Ik heb sloffen gekocht voor in huis. We gaan deze winter sloffen aandoen. Want ik blijf die verwarming omhoog gooien, maar het werkt niet. En ook loop ik blote kast buiten. Dus ik ga gewoon sloffen warme dingen aan mijn voet aantrekken. Hopelijk helpt het tegen het gevoel van kou in huis, omdat het koud is. Dus mensen, vanaf nu ben ik al slof geen. Ik ben wel het type die mijn voet optilt wanneer ik in slof loop. Maar ja, wie zal zich storen daar? Helemaal niemand. We gaan naar de Jumbo. 6,90. Zo, dat waren mijn boodschapjes. Het is natuurlijk bijna weekend. En ja, morgenochtend, zaterdag is dat, heb ik wel natuurlijk ontbijt nodig. Dus we gaan morgenochtend lekker een gebakken eitje eten. In ieder geval heb ik wat brood in huis wat ik in de vriezer ga gooien. Om het daar ietsje verser te houden. Ik ben niet van plan al te veel brood te eten, denk ik. Maar het is altijd wel goed om een paar sneetjes in de vriezer te hebben. We lopen lekker richting huis. Be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic with this logic. You can't stop it, it's been chronic since I was a boy. So neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat them. Make mistakes real fast, then you learn how to beat them. Off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grief and put your foot on the gas. No. En we zijn lekker weer thuis. We gaan zo direct eten. Tot zo. Dan zit ik lekker hier aan mijn pasta. Ik had al gekookt. Omdat ik later thuis zal zijn. Ik eet lekker uit mijn bakje.
Ik heb het hier nu weer opgewarmd. Blijf heerlijk. Heerlijk hoor. Zo eenvoudig. Ik heb een mooi artikel gedropt. Dat gaat over hoe je kosten kan besparen tijdens het boodschappen doen. Een aantal handige tips heb ik daarin vermeld in het artikel. Dus ik zou zeggen, ga even kijken. Onder het thema categorie boodschappen vind je het artikel terug. Op mijn website findthecreator.com. De nieuwe nieuws- en entertainment website. Verder, ja. Heb ik een hele mooie dag erop zitten. Een erg productieve dag. En ja, mag ik eigenlijk alleen tevreden zijn. Dus ik zie ook weer uit naar morgen. Morgen is het weekend. En nou ja, we beginnen in ieder geval morgenochtend weer vroeg. Het is de bedoeling dat we wat activiteiten gaan ontplooien. Ik heb een heel strak schema waar ik mezelf aan ga houden dit weekend. Dus we gaan het proberen. Ik vind het leuk als je een like drop of een comment achterlaat op mijn video. Vertel me wat door je hoofd heen gaat. En ja, vergeet niet te abonneren op mijn kanaal of op volgen te klikken. En zowel als op YouTube als Facebook ben ik actief voor de live video's Facebook. Maar in ieder geval dankjewel voor het kijken weer naar deze leuke nieuwe vlog. En we zien elkaar snel weer. En wil je niet wachten en wil je iets anders leuks zien, ga op YouTube kijken. Want dan kan je makkelijker zoeken. Final Creator zegt dankjewel van deze plek. Dankjewel voor de liefde, dankjewel voor de steun. En zie je graag de volgende keer. Nu kop ik je hoofd. Bye bye!